We zijn hier vandaag op Jera on Air 2017 en ik zit hier naast Andy van The 101's. We hadden wel al het idee dat sowieso Jera on Air, we wisten dat we wel vroeger speelden. We dachten, okay, het zou ook wel leuk zijn als we de vroege vogels belonen met een extra leuk show effectje. En ja goed, we zijn niet de eerste natuurlijk die het doen, maar we dachten wel dat het voor onze stijl muziek en de vibe die we proberen over te brengen, dat het wel lekker positief en leuk zou zijn om een opblaaskrokodil een paar stappen op mee te nemen. Ja, toch. Ja, je zei het al net even op het podium, maar jullie hebben onlangs de tweede album uitgebracht, ja. Counterbalance. Ja. Jullie hebben ook die gereleased in Eindhoven, in de Efraar. Ja. Ja, deze show is leuk, maar hoe belangrijk is zo'n release show? Ja, de release show is op veel verschillende manieren heel belangrijk, want je werkt natuurlijk ook als band al. Het begin van Counterbalance is al eigenlijk al 2 jaar geleden dat we de eerste demo's gingen maken. Dus je werkt als band wel ook als plaat naar een nieuw climax toe, zeg maar, een nieuwe release. En daarbij ben je ook nog eens je show aan het, ja, in ieder geval aan het verbeteren en je eigen daar wat meer in aan het verdiepen. En daar hebben we ook veel meer naar gekeken dan we ooit van tevoren hebben gedaan. Dus we hebben echt gekeken naar, oké, wat. Kijk, we gaan niet alles scripten, maar we gaan wel een beetje weten van, oké, wat moeten we zeggen tijdens het optreden. Eerst was het gewoon spelen en als we een half uur hadden gespeeld, dan stopten we en zeiden we dankjewel en gingen we op het podium af. Dat is wel niet heel erg spontaan dan opeens. Zo kan het misschien opgepikt worden, maar ik denk wel dat we de uitstraling altijd hebben en hebben gehad. Dat het gewoon lekker positief en een goede vibe heeft. Dus, we waren zeker dankbaar. Okay. Nou, even over de nieuwe plaat Counterbalance, want die hebben jullie niet opgenomen in Nederland, maar jullie hebben een crowdfunding gestart en zijn naar Amerika gegaan om te werken met een supervet van me. Ja. We hebben inderdaad contact gehad, in eerste instantie eigenlijk met de drummer van John Coffey. Daar hadden we gewoon een paar meetings mee en hij vond het leuk om ons een beetje te coachen en met een nieuw album op weg te helpen. En op een gegeven moment toen hadden we onze laatste, min of meer laatste meeting met hem, voordat we de knoop doorraakten. En hij zei, wie wil je gaan opnemen? We dachten in eerste instantie met Robin van Loenen van Destin, omdat we daar de eerste plaat mee hebben opgenomen. En we waren heel erg enthousiast en die gast kan erg mixen en masteren en produceren. Hij zei van, nou, denk eens een stapje groter. Welke platen vind je tof? En op een gegeven moment kwamen we uit bij, nou, we vinden de sound van Basement, Story So Far, State Jams, dat soort bands, 100, dat vinden we mooie producties. Dus toen kwam natuurlijk de vraag, waarom heb je hem niet benaderd? En het was eigenlijk voor ons aan een andere producer, Sam Pura. Ja, ja, precies. En wij dachten ook bij onszelf, ja, nooit aan gedacht. Want het is ook een deur die we nooit hadden open gedaan. Dus we hadden er nooit bij stilgestaan dat misschien ook wellicht een optie zou kunnen zijn. En uiteindelijk hebben we contact met hem opgenomen en was het eigenlijk al vrij snel met hem geregeld dat het kon. Nou, we hebben echt 4 weken lang min of meer echt in een gesloten ruimte gezeten met een producer die hartstikke hyperactief is. Waar blijkt het uit? Heel veel bloot ook nog. Ja, dat is het medicinale wiet verhaal komt dan weer bovendrijven. Sam is een ongelofelijke ADHD'er en op alle vlakken merk je dat. Tot heel laat door kunnen gaan en gefocust blijven, tot heel ochtends vroeg al meteen weer uit bed komen schreeuwen en bijna op je schouder mee uit bed trekken om weer terug de control room in te gaan. Oké, dus die heeft ze er wel echt gewoon letterlijk doorgesleept. Ja, we hebben 1 weekendje gehad dat we echt naar een autootje hadden gehuurd. En dan naar Los Angeles gereden en een festivaltje hadden meegepikt. En dat was tof. Dus we hebben toch nog een beetje iets van Amerika kunnen zien. En over de plaat zelf, over de inhoud, waar gaan de nummers eigenlijk ook? Want ze zijn hard en snel. Heel veel nummers halen de 3 minuten niet eens. Ja, dat klopt. Is er dan nog een ruimte om een mooie boodschap erin te stoppen? Of waar gaan ze over? Ik zou denken van wel. In ieder geval, de teksten zijn altijd gebaseerd op, ook bij de vorige plaat, maar bij deze nog meer, op een hele positieve vibe.
persoonlijke ontwikkeling. Het gaat heel erg over wat we binnen de repetitiemuren, zeg maar, bij onszelf gewoon in het leven meemaken. En hoe dat we dingen, bepaalde dingen verwerken en zo. En je bent ook samen ook een beetje volwassen geworden. En je ziet gewoon in dat proces dat je ook bepaalde dingen tegenkomt waar je echt hulp van elkaar of van vrienden of van familie. Ja. Of echt voor jezelf naar de juiste antwoorden moet zoeken. Het is gewoon een hoopgevende, positieve plaat waar veel aanmoediging in zit in eigenlijk elk vlak van moeilijke situaties die je in het leven kan tegenkomen. Ja, als 25 jaar. Jullie eerste single van de plaat Everything, daarin zing je Everything is not what it seems. Wat bedoel je daarmee dan? Everything is not what it seems. Is, eigenlijk die tekst is heel erg gebaseerd op... je bent heel snel geneigd om in bepaalde situaties op je gevoel aan te nemen dat hetgene als het iets negatief aanvoelt, dat je daardoor niet doet. Maar achteraf blijkt heel erg vaak dat je, als je het toch even doorzet, dat het veel erg meer meevalt dan dat je voorhand dacht. Dus het is eigenlijk een soort van, psychologische zin eigenlijk, waarin je jezelf aanmoedigt om gewoon net die stap extra te zetten, om in te zien dat de dingen die je nu ziet als een obstakel misschien helemaal geen obstakel meer zijn als je er voorbij bent.